of ik 7 iconen van het vrouwenwielrennen wilde gaan opzoeken. Niet simpel. Er zijn zoveel strafrensters geweest. Maar één naam stond onmiddellijk op mijn blad. Marianne Vos. De enige van de 7 die op dit moment de Tour rijdt. En zeggen dat ik ooit nog tegen haar heb gekoerst. Enfin, ik zag vooral haar achterwiel. In ieder geval, wij mochten haar als enige in volle voorbereiding op die Tour gaan opzoeken op hoogtestage. Dus wij naar Vos op de Sierra Nevada. Hey, Marianne. Welkom in Sierra Nevada. Het is hier in het niets. Heel rustig. Cavendish noemde jou de GOAT na jouw 30ste Giro-overwinning. Mm-hmm. The greatest of all times. Wat doet dat met een mens? Ja, ik vind een bewoording als de GOAT, het is zoiets groots, ongrijpbaars, dat ik mezelf daar niet echt mee kan identificeren. Ik ben Marianne en ik fiets graag. En dat doe ik nu al een aantal jaren. En bij momenten gaat dat goed en dat is ontzettend mooi. En ik doe daarin mijn best. Maar ik vind mezelf daarin niet heel bijzonder of anders dan anderen die ook hun best doen. Vind je het überhaupt moeilijk om complimenten te aanvaarden? Ja, ik vraag me altijd af of dat ik dan een compliment wel waard ben. Of dat het dan wel echt zo is. Maar misschien is dat ook wel iets, dat heeft natuurlijk niet alleen met carrière te maken, maar waar ik wel iets beter in ben geworden. Vos fonkelt in Fayetteville. Vos doet het weer. Mooi, hè? Die bescheidenheid. En dat na zo'n lange carrière. Even terug naar januari. Vos pakte haar 8e wereldtitel in het veld. 16 jaar na haar eerste. Maar ups en downs horen bij de sport. En in 2015 krijgt Vos af te rekenen met een burn-out. Toen werd er, zoals die term dan heette, non-functional overreaching geconstateerd. Overtraind. En dat is ook weer een beetje een gekke term, want overtraind, dan zou je denken, je hebt veel te veel getraind. Maar het gaat eigenlijk om een disbalans. Je hebt niet, de arbeid-rustverhouding is niet meer helemaal, die klopt niet helemaal meer. En dan blijkbaar blijft dan dus ergens op de rem. Nou ja, dat kende ik niet. Ik vond het ontzettend frustrerend dat je dus niet kunt trainen en daar dan beter van worden, maar dan juist op dat moment minder van worden. Nou, en de enige remedie is dan rust. En lang rust, want dat is wat de artsen me toen zeiden. Ja, begin maar met 6 maanden. Wat dacht je toen? Dat is wel, dat is lang. En zelfs al heb je de jaren daarvoor op een hoog niveau gekoerst, dan moet je toch ineens toch wel echt gewoon weer van nul beginnen. Ik hoor vaak terug bij jou, ik ben tevreden als ik mezelf niets kan verwijten. Is dat ergens een schrik wat je hebt? Zo? Het gevoel van, ik heb er niet alles uitgehaald wat erin zat. Dat is denk ik wel iets wat ik misschien vanuit mijn jeugd heb meegekregen. Of dat, dat ik gewoon het maximale eruit wil halen. Perfectionistisch ook een beetje. Ja, absoluut. Ja, ja. Ik heb nog één iets voor jou, Marianne. Luister goed. Waaraan doet het jou denken als ik zeg, look, if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. One moment. Would you capture it or just let it slip? Vertel, wat doet het met jou? Het heeft iets betekend, hè? Ja, dit is wel een hele mooie quote. Het was een nummer wat ik op een of andere manier graag draaide voor wedstrijden. En vond het wel opzwepende muziek en motiveerde wel. En zeker dit nummer, waar het dus om dat ene moment gaat. Grijp je het of... of laat je het voorbij gaan door je handen glippen. En in aanloop naar de Olympische Spelen van Londen 2012... weet ik dat we samen met bondscoach Johan Lammerts destijds het jaarverslag doornamen. En onderaan het jaarplan stond deze zin. If you had one shot. Johan Lammerts had die zin gekozen als motto van de nationale selectie. Vervolgens stonden we aan de start in Londen. En galmde er een nummer door de speakers. En dat was dit nummer. En ik weet nog dat we met de andere rensters dat we elkaar aankeken van, het zou toch niet zo zijn dat ze nu hier dit nummer draaien. Wat ons nummer is op het jaarplan. En toen wisten we wel van, oké, we zijn er klaar voor, we gaan ervoor. Marianne Vos, de beste wielrenster ter wereld, wordt Olympisch kampioen. En de cirkel was rond. Ja,
Ja, nou ja, toeval bestaat niet, denk je dan. Maar ja, het was wel een heel bijzonder moment. Bedankt om deze Sportza-video te bekijken. Een like achterlaten mag altijd. Volgen kan hier. En wil je meer video's zien? Check zeker VRT Nu of klik hier.